Bangladesh. Het land telt 140 miljoen inwoners. Samengepakt in een gebied vier keer de omvang van Nederland. Het is het dichtst bevolkte land ter wereld. Goed beschouwd is Bangladesh één grote delta, waar machtige rivieren als de Ganges en de Brahmaputra in uitmonden. Hierdoor is er een wijdvertakt rivierstelsel ontstaan. Vooral tijdens de moessontijd wordt het land geteisterd door cyclonen en overstromingen. Riviererosie is er de oorzaak van dat jaarlijks veel land, dorpen en voorzieningen worden weggevaagd. Maar op nieuwe plekken in de Golf van Bengalen, helemaal in het zuiden van Bangladesh, ontstaan daarentegen weer kleine eilandjes, de zogeheten Chars. Deze Chars zijn het laatste toevluchtsoord voor honderdduizenden mensen die keer op keer hun bezittingen of land kwijtraken. Ze leven er vaak zonder de basisvoorzieningen als schoon drinkwater en gezondheidszorg. Verdesom is een van de weinige ontwikkelingsorganisaties die de mensen hier te hulp schiet. In 2000 liet de organisatie een eigen schip bouwen om de bevolking op de afgelegen Chars van gezondheidszorg te voorzien. De Shapla, wat waterlelie betekent, telt 13 bemanningsleden en heeft een medische staf van 9 mensen, waaronder 2 artsen, een laborant en een apotheker. Het schip volgt een vaste route met vaste aanlegplaatsen, die om de 14 dagen worden aangedaan. Zo weten de bewoners precies wanneer de Shapla in de buurt is. Om tijd uit te sparen, wordt er vooral 's nachts gevaar. Op deze wijze bereikt de Shapla jaarlijks 25.000 families, meer dan 165.000 mensen. Afhankelijk van de bereikbaarheid wordt van een motorsloep gebruik gemaakt om de patiënten aan boord te brengen. Dagelijks van 8:30 ochtends tot 7:00 avonds worden zo'n 140 patiënten behandeld. 6 keer per week, behalve op vrijdag, de rustdag. Bij aankomst wordt eerst iedereen ingeschreven. Mannen en vrouwen gescheiden. Tijdens het wachten worden voorlichtingsvideo's gedraaid over het voorkomen van ziektes. Op de Shapla is goede medische apparatuur aanwezig om de patiënten te onderzoeken. Er kunnen ook kleine operaties worden uitgevoerd. Niet iedereen hoeft door een dokter te worden onderzocht. Sommige patiënten hebben alleen maar medicijnen nodig. Voor de medische behandeling op het schip wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor medicijnen betaalt men de kostprijs. Alleen voor de allerarmste zijn de medicijnen gratis. Maar helaas, niet iedereen kan geholpen worden. Voor deze familie is de Shapla de laatste hoop. Dagenlang zijn ze met het hoofd van de familie onderweg die door een beroerte is getroffen.
De man kan zich niet meer bewegen. Eindelijk aan boord kan slechts verlamming worden geconstateerd. Langdurige fysiotherapie is noodzakelijk. Maar zo'n behandeling is niet mogelijk op de Chapla. Volgens Kabir, directeur van Terre des Hommes in Bangladesh, kan de Chapla nooit dezelfde medische ingrepen verrichten als een ziekenhuis. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het bouwen en runnen van ziekenhuizen is de taak van de overheid. Terre des Hommes kan en wil die verantwoordelijkheid niet van de Bengaalse overheid overnemen. Naast het voornamelijk curatieve werk van de Chapla heeft Terre des Hommes op 3 grote eilanden ook een systeem van preventieve gezondheidszorg opgezet. 50 lokale gezondheidswerkers en traditionele vroedvrouwen zijn op de Chapla opgeleid. Zij richten zich op moeder- en kindgezondheidszorg. Met simpele middelen om spullen te steriliseren kunnen ze de bevallingen veel hygiënischer uitvoeren. With the knowledge she has received from the training, she says she is doing better with the deliveries now. She's more confident because she knows mistakes she used to do before, she's not repeating it anymore. Daarnaast bezoeken ze de dorpen en geven ze voorlichting over voeding, hygiëne en medische zaken. Dit doen ze vaak naast hun huishouden en het werk op de velden. Op elk van deze 3 eilanden heeft Terre des Hommes bovendien een dokters-echtpaar gestationeerd, die elke dag op een andere plaats, bijvoorbeeld in een school, een mobiele kliniek organiseert. In vergelijking met de overige gebieden in Bangladesh is op de eilanden de kindersterfte 3 keer zo hoog. De meeste mensen zijn er arm en analfabeet. Als gevolg van de armoede, het gebrek aan goed voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, lijden de meeste mensen aan diarree, worminfecties, ondervoeding en huidziektes. Ondervoeding is er de oorzaak van dat veel kinderen zo verzwakken dat ze doodgaan aan diarree en longontsteking. Elk medisch team houdt zich bezig met het vaccineren van kinderen en zwangere vrouwen, het geven van voorlichting op het gebied van voeding, hygiëne en familieplanning. Op de Chapla begint elke dag in alle vroegte. Vaak duurt het dan nog uren voordat de dikke ochtendmist is opgetrokken. De eerste patiënten zijn al gearriveerd. Velen hebben urenlang gelopen. Om 8:30 precies gaan de eerste patiënten aan boord. Elk consult duurt amper 10 minuten. Bijna zonder pauze is het medisch team continu in de weer. Pas om 7:00 s'avonds vertrekken de laatste patiënten. Voordat het avondmaal wordt opgediend, worden eerst de rapporten geschreven en de medicijnvoorraden aangevuld. 1 keer per week wordt er vergaderd. Meer dan 150.000 mensen zijn inmiddels geholpen door de Chapla. Op 140 miljoen Bengalezen is dat misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar wel een druppel die zich als een olievlek uitbreidt.